TV deze week. U bent onveranderd van harte welkom bij het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Oh, dag Filip. Ja, natuurlijk. Het is er weer tijd voor. Woensdag communiceert en declameert deze anchorman weer een brei aan moeilijke zinnen voor het oog en het oor van de natie. Zin 2. Dit jaar is het de 19e editie van het schouwspel. Kom maar. Waar menig tv-kijker elk jaar ook weer zelf gretig aan meedoet. Dit keer is het dicté geschreven door Christine Hemmerrechts. Voor de eerste keer geschreven door een Vlaming. Natuurlijk mogen ook de BN'ers weer de kroontjespen ter hand nemen. Dit jaar zijn dat onder meer Thijs van den Brink, Agnes Jongerius, Peter Plasman en Bram Peper. Dat alles onder toeziend oog van juryvoorzitter Ronald Plasterk. En het leuke is toch wel, vind ik, dat dit jaarlijks het enige programma is waarin Filip Frerichs nou eens niet over zijn woorden struikelt. En dat is dan het moment dat u nog eventuele vergeten woorden kunt invullen of dingen kunt herstellen. Nou, vergeet maar wat ik gezegd heb. Family Matters is een nieuw programma van de NCRV dat morgen van start gaat. Daarin gaat afkikgoeroe Keith Bakker met 4 gezinnen in een afgelegen huis in de Pyreneeën zitten. Het doel is om de ontspoorde jongeren weer een plek te geven binnen het gezin. De komende weken slapen de families in tenten. Elk gezin moet een tent met elkaar delen. En dat levert al meteen conflict op. Ik slaap in dit bed. Laat mij nou in. Nou, jij slaapt thuis al in 2-persoonsbed. Ja, maar ik ben het ook gewend. Ja, jammer dan voor je. Ga nu maar even in 1-persoons. Kom, niet zo flauw doen. Nee! Nou, daar mag nog wel een therapietje overheen, denk ik. Keith Bakker was vorig jaar al te zien in een soortgelijk programma. Dat was toen op RTL 5. Daar ging hij toen alleen met de probleem jongeren op stap. En nu mogen dus ook de ouders mee. Volgens Keith biedt dat een veel structurelere oplossing. Ik heb een programma gemaakt van Edward tot Engel in Afrika. En wat je wel ziet, zeg maar, de lange termijn resultaten gaan heel erg goed met, zeg maar, de oudere kinderen. Maar de jongeren, dus zeg maar rond de 14 en 15, daar gaat het wel wat minder mee. En dat zie ik ook in mijn dagelijks werk. Want vaak heb je dat ze terug moeten gaan naar een moeilijke situatie thuis. Als ik met mensen werk, dan probeer ik altijd de familie daarbij te trekken. En als we dat doen, dan krijgen we beter langetermijn resultaat. Oké, en wat voor probleemjongeren gaan we zien in het programma? Tot niet alleen drank- en drugsproblemen, toch? Ja, we hebben één jongen die zat 18 uur per dag achter een computerspelletje. Een meisje met eetproblemen en een andere gebruikte drugs. Een andere had problemen met agressie. Een hele scala van alle problemen die zeg maar nu voorkomen in de scholen van Nederland. Nou zijn er al heel veel andere opvoedprogramma's. Denk aan Schatjes van de EO en Puberel van de KRO. Maar dit programma wordt heel anders, begrijp ik, hè? Die opvoedprogramma's die je ziet op televisie, dan heb je vaak een wild kind die gewoon niks kan doen. En uiteindelijk aan het einde programma is het een toekomstige directeur van Shell. Maar je weet, er is eigenlijk weinig aangepakt. Je bent een beetje symptomen aan het bestrijden en niet de onderliggende kern ervan. Daarom is dit programma wel anders. Je kijkt waarom gebeurt dit en hoe kan je verantwoordelijkheid nemen voor de situatie zoals het nu in elkaar zit. En dat betekent iedereen in het gezin. Papa, mama, allebei, weet je, iedereen die erbij zit. En hoe kunnen we dit samen oplossen? Ja, deze Keith Bakker was vroeger ook niet het braafste jongetje uit de klas. Eigen verslavingen uit zijn jeugd gebruikt hij weer in zijn therapieën met de gezinnen. Mijn vader dronk heel veel. De huwelijk van mijn ouders was erg ongelukkig. En ik had geen structuur, discipline en continuïteit. Nou, Keith, volgens mij heb je het nu wel, hè? Continuïteit. 18 december wordt de beste tv-commercial van het jaar verkozen tijdens de uitreiking van de Ster Gouden Lookie 2008. Enig mens die Linda de Mol. Dat is Caroline Tense, oma. We mogen stemmen. Stemmen? Waarom? Voor de Ster Gouden Lookie. Wat zegt ze? De Ster Gouden Lookie! Nou, als die show donderdag net zo flauw wordt als de promo, dan belooft het nog wat. Het programma is dit keer omgetoverd tot een soort comedy met onder andere Nelly Vrijda en Kees Geel, die als een soort gezin de reclames gaan bespreken. Als we naar de reclames zelf kijken, dan sprong er wat mij betreft dit jaar ook niet echt eentje uit. Vorig jaar toen won de... Goeiemorgen. Ja, die dus van KPN. En dat de grapper snel af was, dat bleek wel uit de flauwe opvolger van dit jaar. Oh, Kloffie, voor Transploft. Astiblaf. Astiblaf. Ja, wat hadden we nog meer? Oh ja, we hadden deze. Hoe schat? Hey, heb je een optreden gehad? Ja, hoezo? Oh ja. Papa! Of misschien vond u deze wel leuker. Losse lampjes mogen ook. Vergeet ze niet aan te zetten. Secret. En vergeet ze niet uit te doen. Nee. Of deze. Oké, einde straat rechtsaf. Klote zon. Wat zeg je?
ja, als ik het zo overzie, dan heeft Tros Radar het dit jaar gemakkelijker. Want daar wordt volgende week weer de Lode Loekie weggegeven. Voor de meest irritante reclame. Nou, als u voor de Gouden Loekie nog een favoriet hebt, dan kunt u tot aanstaande donderdag tijdens de uitzending stemmen. Maar doe me één lol en stem niet op deze. Hey, buurmannetje! Baby! Ik word er een beetje moe van om elke week weer een talentenjacht te moeten bespreken in dit blokje, maar ik kan het niet helpen dat u massaal blijft kijken. Vrijdag is de finale van Popstars. Vrijdag om 8:30, Popstars. De kandidaten geven alles wat ze hebben om Nederland te verpletteren. Falen is geen optie meer. Het wordt echt niet beter. Erg slecht. Ja, tegen elke verwachting in waren de kijkcijfers gigantisch. Waarmee ze helemaal niet onderdeden voor een programma als Idols. En ik snap werkelijk niet waar dat aan lag. Want SBS heeft de hele reeks zo lang weten te rekken. Met zoveel auditierondes, live shows, result shows, backstage shows, behind the scene of the backstage shows. Dat ik niet snap hoe ze elke week weer 3 uur televisie hebben kunnen vullen met dit wanproduct. Nou ja, of het moet door de opschudding komen die presentator Gerard Joling wist te veroorzaken. Met zijn beledigende opmerkingen naar de iets te dikke kandidaat Rebecca. Ik ben bang als die jurk naar de stomerij moet dat ze zeggen. We wassen geen 2-persoonstenten, denk ik. Maar dat maakt niet uit. We gaan niet slap doen, want we hebben al heel vervelend gedaan. Gaat goed? Je gaat niet huilen, hè? Oh god, kind, dat was niet de bedoeling. Ja, en die arme Rebecca werd ook nog het mikpunt van de roddelmedia. Toen bleek dat ze er ook nog eens een kinky seksleven op nahield. Je hebt op een SM-site gestaan. Heb ik op gestaan, dat is waar. En dat is een soort, daar heb jij zo van, dat vind ik lekker of dat vind ik leuk. Ja, wat kan ik er anders van zeggen? Dat is iets wat ik in mijn privéleven doe. Nou, kortom, het gaat bij dit soort programma's tegenwoordig meer om de rel eromheen dan het talent wat eruit moet rollen. En als u nu dacht, daar zijn we vanaf na de finale, al die valszingende kraaien en wannabe Gerard Jolings, dan heb ik slecht nieuws voor u. Over een paar weken start RTL 4 alweer met een nieuwe reeks van zangsoap X-Factor. Misschien moet cultuurminister Plasterk maar eens met een subsidieregeling komen voor zenders. Als ze een jaartje geen talentenjacht programmeren. Zou het land goed doen?